Welkom Jesse. Dank je, hi. Leuk dat je er bent. Dat vind ik ook. In de special van Open Kaart. Ja, zo special. Zo special. Nee, we maken deze Pride maand, de maand augustus, maken we 4 afleveringen. Mm-hmm. Open Kast in plaats van Open Kaart. Mm-hmm. En dat doe ik in samenwerking met Magnum. En dat doen we eigenlijk omdat ik denk dat, ik weet niet of je eerdere video's hebt gezien, ik vind altijd belangrijke thema's die wel terugkomen. Mm-hmm. Maar nu met deze maand en Pride dacht ik, waarom maken we niet gewoon 4 volle afleveringen die volle focus hebben op die thema's? En toen moest ik aan jou denken. Dat is een makkelijk linkje. Ja. Makkelijk linkje. Ja. Het is echt gelukkig, ja. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik ga het eerste kaartje pakken. Wat betekent de LHBTIQA+ gemeenschap voor jou? Het is een soort van onze community, om het zo maar even te zeggen. Ja. Acceptatie en gewoon zeg maar, gehoord voelen. Ik kom echt uit Apeldoorn. En toen ik uit de kast kwam op de middelbare school, was ik de enige die uit de kast op mijn hele middelbare school, echt van duizenden kids. Dus dat was wel, ik voelde me heel lang heel alleen. Tot je natuurlijk op internet gaat zoeken en dan vind je mensen. Ik voornamelijk mensen uit Amerika die ik op YouTube vond. Die dezelfde dingen die ook anders zijn en dat ook delen. Dus voor mij voelde ik vooral online heel erg die warmte en erkenning. Ja. Dus voor mij is het puur gewoon zo van, oké, ik ben niet alleen. Ja, en met je zei net, je gehoord. Is dat iets wat je, voel je je nu gehoord en gezien? Ik, niet 100%. Ik voel me nog steeds altijd wel weer anders. Maar ik hoef me ook niet meer gehoord te voelen. Maar ik heb dusdanig zoveel zelfacceptatie dat ik me niet meer per se gehoord hoef te voelen. Het is niet meer dat ik daar, zeg maar, op de middelbare school, gewoon als tiener, was ik daar heel erg mee bezig. Zo van, oh, ik wil graag geaccepteerd worden, ik wil gehoord worden en ik wil leuk gevonden worden. Dat heb ik nu niet meer. Dus het is niet meer dat het echt nodig is. Nee. Maar het is ook niet per se dat ik me heel erg gehoord voel. Zo. Wat negatief klinkt, is niet per se negatief, maar gewoon, ik ben er niet meer mee bezig. Want heb je het idee, bijvoorbeeld, heb je het idee dat je onderdeel echt bent van die community in Nederland? Ja. Ik heb wel zo'n grote rol, denk ik, gespeeld, vooral voor de transcommunity in Nederland, dat ik me daar wel een deel van voel. Ik ben nog steeds volgens mij de enige die het hele proces heeft, zeg maar, vastgelegd. Dus ja, ik heb wel het idee dat ik daar wel een deel van uitmaak, ja. En want jij hebt natuurlijk, misschien voor de mensen die dat nooit gezien hebben, jij hebt vanaf het moment dat jij in transitie ging, helemaal aan het begin, heb jij alles vastgelegd. Ja, echt van A tot Z. Gewoon echt zo van, voordat ik überhaupt een eerste afspraak had gehad, was het al zo van, ik ben transgender en ik ga dit hele traject aan en ik heb geen idee. Want je kan niks, je kon op dat punt echt niks vinden. Dat was echt een soort van, je had dan op het VU van Amsterdam had je een site en dan stond er van, ja, dit is ongeveer de wachttijden en dit zijn ongeveer de dingen. Maar toen dacht ik, ja, maar, en tips dan qua, oké, welke operaties zou ik kunnen doen om een vrouwelijker gezicht te krijgen? Wat voor make-up tips zou ik kunnen gebruiken om een vrouwelijker uit te zien? Hoe zeg maar, werk ik het daar beneden? Maar al die vragen, daar was geen antwoord op. Dus ik dacht, oké, weet je, ik ga hier waarschijnlijk allemaal achterkomen. Ja. Nou, dan ben ik wel de persoon die dat allemaal vast gaat leggen. Heb je wel eens het idee dat die community, ik kan dat voor mezelf wel soms hebben, dat ik juist vanuit de community dan nog wel eens kritiek krijg op de dingen die ik doe of zeg, of hoe ik me uit, of hoe ik me uitspreek. Hoe is dat voor jou? Nou, weet je, iedereen, en dan spreek ik even over mij, dus dan spreek ik voornamelijk over het transgenderproces. Voor iedereen is het transgenderproces anders. Weet je, ik ben met 18 jaar begonnen, dus ik ben de volledige puberteit doorgegaan. Er zijn ook heel veel trans kids die veel jonger beginnen, dus die puberteit niet eens meemaken. Dus voor mij is het proces zo anders geweest en familie speelt een rol en in wat voor omgeving je opgroeit speelt een rol. Dus voor iedereen is het zo anders. Ik heb mijn verhaal gedeeld. Maar doordat ik mijn verhaal deel, heb ik succes gekregen en heb ik wat makkelijker toegang gehad tot operaties die mij persoonlijk vrouwelijker hebben gemaakt. En daar komt dan bijvoorbeeld haat op zo van, ja, maar je zet een onrealistisch beeld neer, want jij hebt geld voor operaties en wij normale mensen hebben dat niet. Dus jij zet een onrealistisch beeld neer of jij zet een beeld neer van, jij zet de blauwdruk neer voor het proces en dan denk ik zo van, nee, maar dat is het niet, dat heb ik ook nooit geclaimd. Nee.
En dat vind ik wel lastig, omdat ik dan zoiets heb van, ja, maar iedereen is toch anders en iedereen... Ik deel mijn dingetje en al kan ik één persoon ermee helpen, daar doe ik het niet voor. Daar doe ik het voor. Ik doe het niet voor iedereen te kappen, want er zijn zoveel verhalen. Deel je eigen verhaal. Ja. Deel hoe het bij jou is geweest, want dat is wat we uiteindelijk nodig hebben in een community en niet... Want ik vind het lastig. Ik ben natuurlijk, los van, dit is niet heel negatief klinkt het nu, ik ben heel dankbaar, alleen ik ben wel op een soort van podium neergezet, zo van Jesse. Ja. En dat is lastig. En wat maakt dat lastig? Dat ik natuurlijk wel aangekeken word als de persoon die het allemaal heeft laten zien. Dus dat zal dan wel zijn hoe het hoort. En daar krijg je natuurlijk veel kritiek op. Ik had niet verwacht dat ik uit zeg maar, gelijk soorten mensen, dat ik daar een soort van haat of kritiek van zou krijgen. Want ik had dus iets van, maar ik doe dit ook voor jullie. Ja. Weet je, ik probeer ook een beeld neer te zetten en ik probeer het ook zeg maar, bespreekbaarder te maken, wat ik uiteindelijk ook gedaan heb. Maar dat doe ik ook voor hun. Dus dan vind ik het wel lastig dat er dan, omdat mensen misschien jaloers zijn of mensen het misschien lastig vinden dat ik een bepaald deel van het proces laat zien, dat ze dan daar negatief in omgaan. Ik vind het lastig. Ja. Maar aan de andere kant... Ja, hè? Je doet er ook... Ja. Heb je dan soms het idee dat je een... onrealistisch beeld hebt geschetst? Kijk, ik vind het niet, want ik heb gewoon mijn proces gedeeld. En mijn proces is voor mij heel realistisch, want het is mijn leven. Ja. Dus ik vind niet dat ik dat per se heb gedaan, maar ik kan horen waar ze vandaan komen. Maar ik probeer altijd disclaimers te geven. Jongens, dit, dat ik graag... Cup dubbel G borsten wil, dat hoort niet bij een transgender proces. Want er zijn zoveel cisgender vrouwen die cup A hebben en daar helemaal happy de peppy mee zijn. Ik vind het 9-10 keer vaak mooier. Ja. Maar, dus dan vind ik het lastig. Ja. Maar ik vind niet per se dat ik een realistisch beeld heb neergezet. Nee. Nee. Nee, omdat je gewoon zegt, ik deel mijn beeld en uiteindelijk ben ik nu een vrouw en doe de dingen die je dan misschien nu doet, zijn puur om jezelf, voor jezelf misschien gewoon... En het is ook gewoon wat ik mooi vind. Ja. Maar weet je, ik weet ook wel dat ik er heftig uitzie, maar dat is ook gewoon iets wat ik leuk vind. Weet je, lange nagels is niet per se vrouwelijk. Nee. Heel veel make-up is niet per se vrouwelijk, maar dat is wel wat ik leuk vind. Weet je, er zijn zoveel cisgender vrouwen die dit ook leuk vinden, deze look. Dus dat heeft niks met mijn transgenderproces te maken, dat ik, los van een paar operaties die mij vrouwelijk hebben gemaakt, ik veel Norbert Mes ben geweest. Nee. Dat heeft daar weer niks mee te maken. Alleen dat wordt wel vaak gelinkt. Jij mag een kaartje pakken. Oh god. Wat is jouw allerergste date-ervaring ooit? Jeetje. Mijn allerergste date-ervaring ooit. Gewoon maar één date waarvan je denkt, oh my god. Oh my god. Nou, ik zit even te denken. Heb je nooit echt een date gehad waarvan je echt denkt, nou... Wat hier me nou overkomt. Ja, ik weet nog wel een keer dat ik bijvoorbeeld... Ik ben wel een keer op een date heel dronken geworden... omdat ik zo zenuwachtig was dat ik de hele dag niet gegeten van de stress. Oh nee. En toen ben ik dus 's avonds heel veel gaan drinken op die date ook. Maar echt zo dat je bijna denkt... In zo'n film dat je iemand zo ziet gaan... dat je dan als die andere persoon denkt... Nou, hoe vind je zelf dat het gaat? En toen ben ik op een gegeven moment dus gaan blowen. Oh nee. Wat ik nooit deed, maar hij deed dat. En toen dacht ik, nou... Dat doe ik toch mee. Nou, en als ik één combi heb wat bij mij gewoon niet goed gaat, is drinken en blowen. Maar als je ook heel dronken bent en dan... Gewoon kotsen. Nee, dat kan instant niet. Kotsen. Oh nee. Dus dat weet ik nog, dat ik toen nog in die bar heb over mijn gier ging. Maar goed, toen heb ik dat ook natuurlijk nooit soort van met hem gedeeld. Het was zo'n beschamende avond. Dus dat is iets wat ik... Maar goed, ik ga het aan jou vragen. Wat heb jij een... Dus te kort gepraat met iemand, dat ik dacht gewoon, weet je, ga gewoon, doe gewoon een keertje, gewoon een soort van blind date idee. En toen kwam ik daar en toen was het een boswachter en dan dacht ik, nou, dat is leuk, niks mis mee. Nee. En toen was er zo geen klik, dus toen ben ik maar gewoon door gaan vragen over het bos. En doorvragen over het bos, oh, hoe zit dit dan? En vervolgens heeft hij mij een uur uitgelegd hoe je in zijn bos, waar hij boswachter was, het makkelijkst een lijk kon begraven. En daar heb ik een uur naar geluisterd. En toen na het voorgerecht heb ik gezegd, hey, ik moet er zo vandoor. En wat zei hij toen? Wat had hij dan wel? Nee, oké, is goed. En toen is hij mee naar mijn auto gelopen. En toen vervolgens, na alles, zeg maar, kreeg ik een appje. Nou, ik vond het zo gezellig, moeten we echt nog een keer. Toen dacht ik, nou, nee,
Nee, gewoon ik ben gewoon uit... Hij dacht waarschijnlijk, oh, dit is geweldig. En ze vraagt door en ze vinden het leuk wat ik doe. Ja. En ik dacht alleen maar, ik moet doorgevraagd, want anders valt het stil. En vervolgens heeft hij me helemaal uitgelegd hoe hij een lijk in zijn bos, waar hij boswachter was, het makkelijkst kon begraven. Toen dacht ik... Wel, interessant. Mocht het ooit van pas komen? Dan... Het werd al niks. En toen vertelde hij ook nog dat verhaal. Dat was een dubbel kut. Want hoe vind je... Deed je veel? Nee. Nee? Nee, vind ik heel lastig. En wat vind je daar lastig aan? Ik denk dat vooral mannen mij heel lastig vinden. Dat is meer het ding. Ik ben natuurlijk niet een hele makkelijke optie of zo. Maar voor mij is het altijd en. Dus daten, dat komt er gewoon vaak niet van. En ik ben heel precies. Ik wil heel beetje obsessief met met wie ga ik dan op date. En ik date niet zo van, oh, ik zie wel hoe gezellig het is. Als ik met je ga daten, dan ga ik mogelijk ook met je trouwen. Ja. Zo maakt het ook niet makkelijk, dus het is gewoon en. Ja, ja. Want denk je dat daar, maakt het voor jou persoonlijk het moeilijk dat je dan transgender bent als je het op daten aankomt? Niet per se, maar uiteraard, het speelt wel een rol. Dat zal de keuze ook kleiner maken. Maar dan is het ook nog dat ik bekend ben, dat maakt de keuze kleiner. Dan is het ook nog dat ik succesvol ben, dat maakt het kleiner. En dan is het ook nog dat ik best wel een alfa vrouw ben, dat maakt het nog weer kleiner. Dus dan blijft er zo'n klein poeltje met mannen over en dan heb ik ook nog een type. Ja. Dus dat is een soort van onmogelijk. Maar natuurlijk speelt het ook wel een rol mee, want heel veel mannen die hebben gewoon zoiets van, ja, nee, niet voor mij. Nou, prima, dan zijn er genoeg. Ja, heb die je het wel gewoon accepteren. Want heb je daar dan in het verleden wel eens vervelende ervaringen in gehad? Nee, want ik ga niet op date met iemand als ik niet weet of die het 100% accepteert. Ik denk dat het je heel erg tegenwerkt als je daar heel erg mee zit. Want er zijn genoeg mannen die het prima vinden. Ja. Die gewoon zoiets die er niet bij eens bij nadenken. Die gewoon zeggen van, ja, oké. Okay. Nee. Nee, ja, daar ben ik ook heel blij om. En ik vind het ook goed en mooi om te horen dat je dat zegt. Alleen ik weet nog dat ik vrienden van mij die ook in transitie zijn geweest, die daar wel heel erg mee gestruggeld hebben. Omdat ze toch dan wel voelden van, oh, er komt op een gegeven moment een punt, ja, dat je het moest gaan vertellen. Of bij voorbaat, of dat je heel leuk contact had en dat je het vertelde en dat je dan merkte van, oh, de interesse is nu weg. Of iemand is dan op me afgekomen. Dus ik kan me wel heel erg voorstellen dat misschien dan niet voor jou, maar dat je wel ergens... Ja. Je moet je natuurlijk wel elke keer weer soort van kwetsbaar opstellen en weer elke keer weer vertellen, ja, wie je bent en waar je vandaan komt. En ik snap dat voor sommige mensen het verhaal is. En ik denk dat ik ook zeker een hele periode op die manier ermee om ben gegaan. Maar ik was in die periode ook heel ontkennend en een beetje geïrriteerd aan het feit dat ik transgender was. Omdat ik zoiets had van, ja, maar ik ben gewoon een vrouw. Maar dan denk ik, nee, maar het is zo'n groot deel van wie ik ben. En ik ben er ook heel erg trots op. En op het moment dat je, denk ik, die trots in jezelf ook vindt, zo van, maar er is niks waar ik me voor hoef te schamen, want dit is gewoon wie ik ben. En ik ben trots op mezelf en ik ben blij met wie ik ben. Op het moment dat je er zo in staat, dan kan je ook in een situatie waar je aan het daten bent, of dat je mogelijk gaat daten, alleen al aan het praten bent met iemand, als jij het dan gewoon met trots zegt in de eerste 10 minuten al zo van, hey, wel dat je het weet. En als zij dan zoiets hebben van, nee, dan is het oké. En als zij dan zoiets hebben van, oké, I don't care. Nou, net zo leuk. Ik weet hoe erg het mezelf gekwetst heeft. Want het heeft, je komt wel ergens dan vandaan. Ja, maar het was uit onzekerheid. Dat was niet uit frustratie naar mannen toe. Dat was uit onzekerheid van mezelf. Want ik was geïrriteerd dat ik constant gelabeld werd als transgender. Dat ben ik ook. En op het moment dat je daar die trots in jezelf vindt, op het moment dat je daar helemaal comfortabel en helemaal gewoon zo op bent, in ieder geval dat is bij mij het geval geweest. En ja, hoe mooi is het dan als je een man kan vinden die 100% oké mee is, die 100% gewoon zoiets heeft van, tof, leuk voor je, maar ik vind jou leuk. Ja. Ja. Je krijgt online heel veel haat. Wat zijn de ergste dingen die je ooit hebt gelezen? En wat deed dit met je? Valt mee. Ik krijg niet zo heel veel haat. Nee? Echt wel heel weinig, hoor. Als ik het vergelijk met collega's van mij, is het heel weinig.
Ja, er zit een keer een verdwaalde rotte appel tussen die... Transformer. Ja. Maar het valt echt wel mee. Het is echt heel veel positief. Is dat altijd geweest? Ja. Aan het begin van mijn YouTube-periode is dat zo geweest. Ja. Omdat ik heel erg denk een niche heb ingevuld waar heel veel vraag naar was in Nederland. In ieder geval, niet per se vraag, maar gewoon wat er nog niet was. Ja. Dus dat was voor iedereen heel nieuw. En heel veel mensen die dat leuk vonden en interessant vonden, die hebben mij gevonden op YouTube. Dus het is zo'n positieve en leuke community uiteindelijk geworden. Dus ik, ja, als ik over nadenk, ja, tuurlijk krijg ik wel eens een stomme opmerking. Maar zijn er überhaupt... Eerst de eerste vraag. Kan online haat of online haatcomments, raakt dat je? Ja. Ja, tuurlijk. Je leest 100 leuke comments. En als je dan één keer een vervelende comment leest, dan denk je, oh, ga je erover twijfelen? Dan denk je, oh, is dat zo? Dat gewoon waarschijnlijk echt een nobody is die even zijn frustratie moet uiten. En die gaat vervolgens weer door met zijn leven en zal er nooit meer over nadenken. Nee. En jij leest dat dan en het is gewoon een aanval op alles wie je bent. Dus dat is wel... lastig, alleen, ja, weet je, ik doe het nu bijna 8 jaar. Op een gegeven moment denk je ook wel, ja, whatever. Ja. Dus het valt mee. Maar tuurlijk krijg ik haat en dat vind ik lastig. Hoe ga ik ermee om? Doen alsof het er niet is. Ja, maar is het zo makkelijk? Nee. Nee, maar ja, er is niet een trucje zo van, oeh, doe dit en dan is het weg. Nee, het is gewoon dat leesje en dan, ja, ja. Ja, maar ik heb ook bijna, als je het zo zegt, het idee van... dat jij ook heel goed bent in het bagatelliseren van dingen. Dat is een heel moeilijk woord. Nou ja, bagatelliseren. Meer als in dat jij alles voor jezelf... dat idee krijg ik soort van dat je alles voor jezelf minder erg maakt dan dat het eigenlijk misschien wel is. Of... Nou, dat is ook niet erg. Ja, maar meer... Zeg maar, ik heb... Nee, maar, kijk, ik snap heel goed wat je zegt, maar ik heb, zeg maar, ik heb zulke heftige... impactvolle dingen meegemaakt in mijn leven. Mijn moeder verloren. Mijn moeder hersentumor toen ik heel jong was. Ik moest op een gegeven moment voor mijn moeder zorgen. Mijn ouders die gescheiden zijn, wat heel heftig was. Vervolgens ben ik van 3 basisscholen afgepest. De hele middelbare school ben ik gepest. Toen ik uit de kast kwam, was ik de enige die gay was op de hele school. Maar ik heb zulke heftige dingen mijn hele jeugd meegemaakt. Dat alles wat er nu gebeurt, is helemaal afgevlakt. Het is een soort van... Dit het ergste is, jongens. Kom maar op. Dus ja, dat soort dingen. Als een vervelende comment die Annie driehoog achter ergens schrijft. Ja, ik moet echt van beter huis komen. Ik ben van af groep 4. Dan heb ik de heftigste dingen naar mijn hoofd toe gegooid gekregen. Kan je daar dan nu ook over die dingen die zijn gebeurd in het verleden die je net benoemd. Kan je daar dan nu ook makkelijker over praten? Ik heb er mijn hele 10er jaren heel veel over gepraat. Ik merkte dat ik... Dat is ook waarom ik heel makkelijk was met voor de camera zitten en lullen. Ik merkte dat ik dingen verwerkte door heel veel te praten. Dus ik praatte tegen de camera alsof ik tegen een beste vriend praatte. Heel veel heb ik eruit gegooid op camera. En ik heb altijd heel erg met mijn zus over bijvoorbeeld het gedeelte. Met mijn moeder heb ik altijd met mijn zus over gepraat. Want zij had natuurlijk hetzelfde meegemaakt met mijn moeder. Dus ik heb er heel veel altijd over gepraat en daardoor heel veel verwerkt, maar natuurlijk heel veel weggestopt. Eigenlijk zou ik heel hard een psycholoog nodig hebben. Heb je dat gevoel nog steeds? Ja. Vooral nu met de staat van de wereld nu. Ik merk dat het heel veel invloed op mij heeft. En waar doe je dan op? Oh, gewoon zeg maar hoe alles nu met heel... Gewoon het hele gezegd, ik wil het allemaal niet opnoemen, maar altijd gezegd, maar voor mij is de wereld heel negatief nu. Ik heb echt zo'n bewondering voor mensen die... happy you, hoe kunnen leven? Want ik denk alleen maar, we gaan allemaal naar de tering nu. En ik merk dat alles wat er dan achter in mijn hoofd zit, en ook dat er nog bij, ik denk, oh, oké, nu wordt het wel heel veel. Misschien moet ik even met iemand gaan praten. Ja. Voelt kwetsbaar zijn als een als zwak zijn? Nee. Maar kan voor mij voelt praten als... Zeg maar, mijn kwetsbaar opstellen en praten voelt mij juist heel sterk, want ik weet dat het voor mij dingen verwerkt. Waarschijnlijk als ik nu naar huis ga, ga ik nadenken over wat ik al meer gezegd heb, dan denk ik, oh ja, oh ja. Oh ja, dat helpt mezelf weer. En je hebt het net over die knop die nooit meer is uitgegaan. Is dat houdbaar? Weet ik niet. Voor de lange termijn? Waarschijnlijk niet. Er gaat echt een punt komen dat ik echt een psychiater nodig heb. Psycholoog, psychiater is heftig. Maar ja, weet ik ook al heel lang hoor. Het
zijn ook heel veel mensen om me heen die zoiets hebben van... Misschien... Maar aan de andere kant heb ik dan zoiets van... I'm fine. Ja. Nou, hoe kritisch ben je op je eigen uiterlijk? Ja. Ik zou natuurlijk nu kunnen zeggen dat ik niet... dat ik niet kritisch ben. Hmm. Maar ik ben, ja, ik ben heel kritisch. Hmm. Tot in het extreme, denk ik. Ja. Ja, omdat ik gewoon... Ja, ik denk dat ik wel heel erg gefixeerd... Ik zit ook ondertussen aan mijn haar. Hmm? Ik denk dat ik wel... Nou, niet... Ik ben wel heel erg bezig, ja, met mijn uiterlijk. Ik sport heel veel. Ik... Kijk, in the end denk ik altijd wel... Ik sport veel, maar ik leef ook wel echt als een barbaar. Als het op voeding en drank aankomt. Dus hoe erg vind je het? Kijk, toevallig naar Magnum. Ik vind het natuurlijk heerlijk om... ik vind alles wat gewoon... van toetjes tot pizza's tot friet tot... Ja. Eigenlijk alles wat gewoon... gewoon lekker vettig is en zo vind ik heerlijk. Mm-hmm. En ik doe ook in het weekend heel vaak... Ik zit ook heel veel op een terras. Ik kan heerlijk biertjes, wijntjes, dingetjes wegdrinken. Dus ja, kijk, dat zijn allemaal dingetjes... die uiteindelijk voor mij veel belangrijker zijn. Maar goed, ja, ik ben ook wel iemand die dan af en toe gaat sportvasten. Of net even zo een uurtje extra in de sportschool staat. Omdat ik dan denk, nou, het mag wel weer. En nu bijvoorbeeld komt natuurlijk... Nu zit je in Pride maand, dus heb je milkshake, gay pride. En dan denk ik ook, jeetje, ik moet wel zorgen als ik op die boot sta of op dat festival loop, dat ik er goed uitzie. En ik denk ook wel dat... Dat vind ik soms wel dat... Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar de scene waarin ik... als gay in zit, is ook mega kritisch. Dit is zo uiterlijk gedreven. Ik voel daar altijd wel heel erg in dat ik denk, oh, ik weet dus niet als ik dus niet gay was geweest of het me dan ook zoveel had gekerkt of zo. Ik voel toch wel als ik al die, als ik veel gays zie die ik volg op Instagram en zo, ja, ze zijn allemaal afgetraind, ze hebben allemaal een goed lichaam en denk dat je onbewust toch soms wel nu minder hoor. Maar vroeger maakte mij dat echt onzeker. Dan dacht, is dat dan de maatstaaf die er is? Waar ik het helemaal niet mee eens ben hoor. Maar dat gevoel had ik wel, dat ik er naar kon kijken en kon denken. Oh ja, is dit dan hoe je moet zijn om er dan onderdeel van te zijn of zo? Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het veel jongens wel heel onzeker maakt. Heb je dan een gezonde relatie mee met jezelf? Nu wel, zeker wel, ja. Maar ik denk alleen gewoon meer dat ik er wel heel veel mee bezig ben. Maar ik kan uiteindelijk, ik ben wel gewoon echt blij met wie ik ben en hoe ik eruit zie. Dus in dat opzicht, ja. Jij hebt best wel veel dingen laten doen, toch? Ja. Wat voor dingen zijn dat? Knieën naar beneden niet en dit naar beneden niet. Alles hiertussen is gedaan. Sorry, je zei je knieën... Je kan geen lipo aan je kuit doen. Dus je hebt van je knieën tot aan je voeten, daar is niks gebeurd? Aan mijn voeten ook niet. Nee, precies. Dit stuk en dit stuk niet. Want daar kan je niks aan doen. Daar kan je geen plastic... Ja, kan vast wel, maar niet gedaan. Maar ik heb van hier, alles hier ertussen is allemaal twee keer gelipo'd. En dat vet is in mijn bil gedaan. En ik heb twee keer mijn borsten gedaan. Mijn hele gezicht is meerdere keren verbouwd. Ik heb nep haar, ik heb nep nagels, ik heb nep tanden, maar alles is nep. Ben je nu tevreden? Ja. Ja? Ja. Ja, kijk, op een gegeven moment als het gaat hangen, dan ga ik het omhoog laten trekken, maar voor nu ben ik... Ja, dat ziet er wel goed uit. Je bent nu echt blij met hoe je eruit ziet? Ja. Ja. Je bent een tijd lang depressief geweest. Hoe heftig was dit en hoe ben je daar uitgekomen? Dat was wel heftig. Want ik kan me herinneren dat jij iets vertelde over dat er een periode kwam dat je... na jouw operatie, dat jij toen heel erg bent aangekomen. Was dat, is ja, dat deze... ook, trouwens ook. Ja, ik refereer nu naar het meest recente moment. Mijn geslachtsoperatie was ook... intens. Door de complicaties. Ik heb er hele video's over gehad. Ik had complicaties had ik ermee wat intens was. Mijn relatie met mijn ex ging toen uit. Toen woonde ik in mijn eentje op een locatie waar ik niemand kende.
ik wil gewoon eten. Dus ben ik heel erg aangekomen in een hele korte tijd. Tot echt dat ik mezelf in de spiegel aanging dat ik mezelf gewoon vies vond. Toen ben ik wel even dat ik dacht, shit. Toen was ik echt heel depressief. Toen heb ik Jeroen ontmoet. En daar ben ik toch mee gaan samenwonen. En toen ben ik eruit gekomen. Heeft hij me geholpen met afvallen. Heeft hij gewoon, ja. En was ik met iemand samen in huis. Dus ik denk dat het toen wel echt een half jaar tot een jaar dat ik echt wel in een put zat. Helemaal ergens in een stad waar je echt niemand kent. Op een plek wat helemaal niet leuk was, helemaal niet positief was. Als je naar buiten keek, waren zeg maar de winkel onder mij waren zeg maar overvallen en zo. Zeg maar echt een negatieve plek was het. En je kijkt jezelf in de spiegel en het is helemaal kut. En iets wat zoveel impact op je heeft, zeg maar, heb je complicaties bij. Oh, dat was heel veel bij elkaar. Heel heftig. Heb je dan bijvoorbeeld ook echt duistere gedachten gehad in die periode? Nee. Ik heb heel veel zelf gemedikeerd toen. Medicatie, zelfmedicatie? Yeah. Blowen, gewoon heel veel blowen. Blowen Disneyfilms aanzetten. Maar was dat dan iets wat voor je toen hielp? Ja, want mijn gedachten gingen gewoon soort van... En dan ging ik gewoon een Disneyfilm kijken en dan was ik happy. Dan stond ik op en was ik weer depressief. Nee, ik heb nooit weer een eind aan willen maken of zo. Het is nooit zeg maar, zo donker geworden. Het is altijd gewoon... Omdat ik altijd wel een uitweg heb gezien. Alleen toen zat ik gewoon even in een put waar ik zelf niet helemaal uitkwam. Maar heeft dat ook iets te maken gehad met die transitie waar je op dat moment in zat? Niet per se. Het is gewoon dat er een operatie die best wel belangrijk was voor het proces, voor mijn proces. Dat daar een beetje complicaties mee waren en dat niet helemaal is gegaan hoe ik dat graag had gewild. Het was gewoon een en. Maar nee, niet per se met het feit dat ik transgender was, dat is zeg maar, dat daar niks mee te maken voor de rest. Denk je wel dat dat iets is wat waar met depressies, ik weet niet of je, hoor je dat wel eens om je heen, dat dat iets is waar mensen wel mee kunnen kampen? Hoe bedoel je? Nou, omdat je gewoon vertelt dat het wel uiteindelijk een heftig proces is waar je helemaal doorheen moet. Mm. Dat heb ik je vaak horen tuurlijk, zeggen. Ja. Denk je dat dat wel een trigger kan zijn voor een depressie? Of waar soms wel vrouwen mee te maken krijgen? Ik denk niet per se eens vrouwen. Ik denk gewoon elke transgender persoon die niet helemaal in een goede mindset zit. Natuurlijk kan het een trigger zijn, want je gaat in een heftige periode met psychiatrische psychologen afspraken. Ik zei het psychiater, maar psycholoog. Psycholoog afspraken en hormonen wat opeens shift in je lichaam. En hoe mensen je op straat opeens aankijken. En zeg maar, terwijl het is mentaal, het is een heel heftig proces. Dus ik snap dat dat voor sommige mensen een trigger kan zijn om depressief te worden. Ja. Vooral als je bijvoorbeeld van je familie geen support hebt of zo. Dat lijkt me heel heftig. Ja. Heb jij die support altijd gehad? Ja. Ja. Ja, het is vanaf mijn zus sowieso. Want toen ik het aan mijn vader vertelde, hij stond op en gaf me een knuffel en zei dat hij van me hield. Zeg maar, dat is altijd gewoon... Ze vonden het voornamelijk heel vervelend dat ik er zo lang dan in het verkeerde lichaam heb gezeten. Dat vonden ze heel vervelend van mij. Dat ik dus zo lang ongelukkig ben geweest met wie ik was. Wat vind jij van de representatie van de LHBTIQA+ gemeenschap in de media? Ik vind dat op veel vlakken... Goed. Ik denk dat ik heel blij ben dat niet meer wat dat vroeger kon zijn. Ik vond vroeger heel erg dat de homo of... Een trans man of vrouw of wie het dan ook was, het was altijd het lachertje. Het was altijd, je had... Jari van Gooise Vrouwen. Het was altijd, was de homo, een soort van de clown van het gezelschap of zo. Het werd altijd een beetje weggezet als een lachertje. En ik denk dat ik vroeger wel een beeld op tv heb gezien waar ik me niet altijd in herkende. Als het aankomt op de gay mannen die ik dan zag, dacht ik altijd van, oh, maar als ik dan, is dit dan wie ik... Wordt niet iedereen, maar ik vond dat wel een best wel
soms een beetje een niet-realistisch beeld van wat de werkelijkheid is, denk ik. En ik denk wel dat ik nu heel veel mensen soms op televisie zie, gewoon, die gewoon goed zijn in hun werk, gewoon hun ding doen, succesvol zijn en dan toevallig ook gay zijn. Maar dat is dan op dat moment even niet zo belangrijk. Het gaat daar niet altijd over. Ja. En ik denk wel dat ik dat voor mij was, is dat gewoon belangrijk om te zien. Dat ik gewoon mensen zie die goed zijn in hun werk, succesvol zijn en dan toevallig ook gay zijn. Ik denk dat dat vind ik een goed beeld. Ja, ik weet niet of het ooit helemaal... Kijk, ik vind bijvoorbeeld wel dat... Wat ik nog steeds wel soms lastig vind is... Bijvoorbeeld als je naar het acteren kijkt... Is dat je ziet bijna nooit gay acteurs... Die bijvoorbeeld een hetero spelen in een film. Dat gebeurt natuurlijk eigenlijk bijna niet. Vooral in Nederland niet. Dat zijn nog wel eens dingen waar ik dan... Ik zag er toevallig laatst iets over voorbij komen. Dat zijn dan wel dingen waar ik af en toe mijn vraagtekens bij zet. Dat ik denk... Kijk, we zijn er nog lang niet, denk ik, op veel vlakken. Maar ik kan af en toe wel denken van, oké. Okay. Je bedoelt dat zeg maar gewoon dat een gay man ook in principe elke rol... Ja, moeten spelen. Ja, want een hetero man wordt dan wel eens gevraagd voor een gay rol. Snap je? Dus andersom kan het wel. Ja, maar the other way is daar dan... Ja, dat gebeurt dan gewoon niet echt. Ja. Dus en als ik deze vraag aan jou zou stellen, hoe is dat voor jou? Ik vind het heel fijn dat er meer representatie is. Want inderdaad, precies wat jij zegt, heb ik ook zo ervaren. Inderdaad, het lachertje. Het was altijd zo van, oh, de homo. Of in de chick flicks van begin 2000, zo van, de gay best friend, die altijd op een bepaalde manier wordt neergezet. En een transvrouw werd altijd neergezet als een bouwvak en een bloemetjesjurk. Want dat was ook de associatie die ik daarmee had. Ik wist niet wat een transgender was. Het enige wat ik ervan wist was gewoon... Oh, dat is een bouwvak en een bloemetjesje raak. Ja. Omdat dat werd neergezet op die manier. Dus ik vind het heel fijn en heel goed dat dat verder gaat. Want ik heb nu de nieuwe film gezien van Lightyear, zeg maar, van Buzz Lightyear. En daar is zeg maar, gewoon de normaalste zaak van de wereld. Twee vrouwen met een kind. Ja. En het wordt niet benadrukt zo van, zij zijn lesbisch. Maar het is gewoon... Dat is gewoon het verhaal. En dat vind ik zo fijn om te zien. Want dat is wel vervolgens als kids als ons, die opgroeien, dat gewoon zien en dan... Oh, dat is gewoon de normaalste zaak van de wereld, want dat is het ook. Ja. Ik denk dat ik de laatste vraag mag pakken. Ja. Wat is jouw grootste toekomstdroom en wat zou je nog willen bereiken? Jeetje. Dat zijn van die vragen waar ik nooit een antwoord op weet. En ik heb geen toekomstplan. Ik zou het heel fijn vinden als mijn make-up merk heel groot en succesvol wordt. Is succesvol, maar gewoon dat het echt zeg maar over 15 jaar zeg maar, gewoon nog steeds staat hoe ik het nu in mijn gedachten heb. En ik hoop dat ik mijn zus een baan aan kan bieden. Binnen jouw bedrijf. Ja. En ik hoop dat ik iemand heb ontmoet. En mogelijk kan nadenken over kinderen of zo. Weet je, gewoon zo. Ja. Ja. Hoe zou je dat voor je zien? Of adopteren of misschien pleegouder. Voor mij, ik heb niet per se behoefte om zelf kinderen op deze wereld te zetten. Want er zijn er genoeg. En er zijn ook genoeg kids die, zeg maar... nu geen toekomst hebben die ik een toekomst kan bieden. Dus op die manier, dat vind ik wel iets moois. Want stel je zou zelf die wens hebben om wel zelf een kind op de wereld te zetten. Hoe zijn die opties dan voor jou? Een draagmoeder zou kunnen. Ik heb een eitje ergens vandaan nodig. Of natuurlijk als ik een vent tegenkom. Op die manier met een vrouw. Of adopteren. Ja. Maar ik heb het ingevolgd, maar het is daar. Het is daar. Ja. Dus het zou kunnen, maar... Maar die wens die zou er dus wel misschien in de toekomst wel zijn. Ik heb het gedaan omdat ik altijd... Omdat ik nooit wil zeggen, had ik maar. Dus ik heb het gedaan. Dus natuurlijk, het kan. Maar ik zie het net er niet zo van in. Nee, maar überhaupt een kinderwens, die is er wel. Heel lang niet, nu wel. Toch lijkt me ergens gewoon... Zo'n rotblaag, een soort van jouw
visie op de wereld mee te geven. Dat lijkt me wel erg leuk. Misschien helemaal niet. Misschien wordt het echt een afzichtelijk ding. Maar dat zien we dan wel weer. Die moeten er ook zijn. Ja. Mag ik je enorm bedanken? Ja, mag ik jou erg bedanken. Ik vond het heel leuk dat je... En heel fijn dat je zo open en eerlijk wilde praten. True. Ik denk dat je sowieso al een enorme voorbeeld bent. En dat je enorm veel betekent. Maar ik hoop ook dat we met deze serie... Dat er op een of andere manier misschien mensen naar kijken. En door geïnspireerd raken. Of die er iets aan hebben. Ik hoop dat. Het dus, zou mooi meegenomen zijn. Precies. Ja. Thanks. Dankjewel.